Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, IDB ondersteunt Suriname met $85 miljoen lening voor sociale wederopbouw. Suriname en VN lanceren afvalverwerkingsproject Konidoti. Parlement buigt zich over ontwerpwet, wijziging Surinaams burgerlijk wetboek en in deze editie van Focus een terugblik op de presidentiële missie naar Guyana. De Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, IDB, ondersteunt Suriname met een lening van $85 miljoen ten behoeve van de sociale wederopbouw van het land. Hiertoe is op dinsdag 22 februari 2022 de leningsovereenkomst getekend. Het betreft de financiering van projecten op het gebied van onderwijs, drinkwatervoorziening, alsook projecten in het kader van het sociaal vangnet. Het gaat om een project van onderwijs, om curriculumontwikkeling te doen, breed. Een bedrag van $30 miljoen over een aantal jaren verspreid. Een project van NH om water te financieren. Ontwikkeling van water, beschikbaarheid van water via SWM. En een project van sociale zaken. Om safety, social safety net, dus sociaal programma, verder uit te voeren en te financieren. Dat project is ook $30 miljoen en het waterproject is $25 miljoen. Maar deze bedragen komen dus over een 4 tot 6 jaar ter beschikking aan de ministeries om hun projecten mee te financieren. Hoe zal de samenleving de resultaten hiervan merken? Nou, in ieder geval als het gaat om onderwijs, decentralisatie, upgraden van het onderwijs, curriculumontwikkeling, dat soort zaken. Daar heeft mijn collega van onderwijs uitvoerig over verteld. Als het gaat om water, dan zal de beschikbaarheid van water veel beter zijn. Omdat het waternet verder uitgebreid wordt, onder andere in Wanica, maar ook andere districten. En als het gaat om het sociaal programma, dan wordt met deze gelden het sociaal programma dat ontwikkeld is geworden door het ministerie van Sociale Zaken, wordt hiermee ook mede gefinancierd. I'm very excited, I'm very happy. That we are here today to support the economic recovery of the country. I think this package of support of projects are very needed in the road to recuperate from the COVID pandemic and its effects in very specific sectors of education, water and sanitation, and social safety. These interventions are aligned with the government's plan of recovery, are aligned with the IMF program, and are aligned with the Vision 2025 of the IDB. Teams have been working on these operations for about a year, and they are very well thought of. And we're very happy that we have, as partners, the ministries that are going to be accompanying these projects and executing these projects for the people of Suriname. May I just say that I really thank all of you, Mr. Harrison and all your colleagues for the trust that you have in the institution. And we are challenged to provide you the best effort that we can accompanying you with this. Thank you very much, Minister, and good luck and excellent in these projects. Thank you very much. De United Nations Industrial Development Organization heeft recentelijk in samenwerking met de ministeries van Ruimtelijke Ordening en Milieu en Openbare Werken
het pilotproject Waste Separation in Greater Paramaribo uitgewerkt. In dit kader is op woensdag 23 februari 2022 het startsein gegeven voor het afvalverwerkingsproject Konidoti. Minister Silvano Tjonahin vertelt in gesprek met de Communicatiedienst Suriname meer over dit project. Nou, dit is een pilotproject waarbij we de aftrap doen om mensen bewuster te maken om hun afval te gaan scheiden. Afvalscheiding is een van de belangrijkste schakels in de hele keten van afvalverwerking. Hier in dit geval zullen we in het blauwgrondgebied, zullen voor 3 maanden, dacht ik zo, zal het vuil gescheiden opgehaald worden. De eerste fase is natuurlijk een stukje voorlichting, waarbij er veel voorlichtingsmateriaal in dit gebied zal worden verspreid om de mensen bewust te maken van de voordelen van afvalscheiding. Waarbij we zeggen de petflessen, plastic zakken en aluminiumblikken, dat die gescheiden worden gehouden. Toch zijn wij bijzonder blij met dit initiatief. Op de eerste plaats omdat wij opnieuw bevestigd krijgen dat wanneer we praten over de sector milieu, dat het waarschijnlijk het belangrijkste bindmiddel is tussen de overheid en de private sector. Het is een van de, misschien wel het enige beleidsgebied waar de overheid en de private sector en de NGO's, moet ik misschien zeggen, elkaar naadloos aanvullen en gezamenlijk de zaken aanpakken. En dat zien we weer in dit pilotproject. Het is een pilotproject en als pilot betekent dat we eigenlijk aan het toetsen zijn, het leren zijn. Dit project zal gebruikt worden als een toets om na te gaan waar de zwakke plekken zijn, wat kunnen we beter, wat kunnen we minder, noem maar op. Het wordt uiteindelijk geëvalueerd, er komt een rapport waarin aanbevelingen komen die gebruikt zullen worden om dit initiatief te maken tot een groter project. Ik denk dat er veel mensen zijn die dit al gewend zijn, omdat de Suriname reist, heeft gezien in Nederland hoe afval wordt gescheiden. Ik denk dat vooral voor die groep het belangrijk is dat het nu daadwerkelijk zal gebeuren, zodat ze wat ze gewend waren in Nederland, dat ze dat kunnen voortzetten. Maar het is ook belangrijk voor de anderen, omdat afvalscheiding echt een heel belangrijke schakel is in het hele gebeuren van afvalverwerking en ophalen. Minister, als we over milieuvervuiling praten in Suriname, denken we vaak aan kwikvervuiling. Maar als ik enkele recente studies mag geloven, is het afvalprobleem het grootste hoe we omgaan met afval. Sana Aboskobu, zou je willen minister voor ruimtelijke ordening, maar ik leg de nadruk op milieu. Hier is er aan people voegen om naar vuil en naar afval. Project die zie, zou je doen aan project die? Ja, project die wordt takluku in een dompa door die alasan. In een pot batterij samen naar banaba. Anga ala desani. We scheiden desani, abana ba je pot apart, a plastic batterij je pot apart. En ala de gevaarlijk sanlik batterij, probeer voor pot de apart. Die pot de apart, de gidens ma fu chagwe, da unusa sorgu tak a plastic, ego an principa, ay hore, te spane moeilijk, no an trasma, an ekoi na a milieu moro. A rida sa de meteigun is dat, luku trowe doti, afval, ay kayu baka, en efu no go netjes om nanging, we kon siki, unus refo o zijn bovendien, waar je je usabitak jere in een noansma no one one dot also, in een kan noansma kai also, eva also doti. Ko duasan dat in een foto, ko duasan dat nanga kondre tu, ko luku taxranang tronga moro krin kondre. Er lopen momenteel ruim 21.000 verzoeken om fouten in actes te corrigeren bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken. Dit zei minister Bronte Somoharjo van Binnenlandse Zaken op dinsdag 22 februari in het parlement. De bewindsman noemde acten een belangrijke bron van informatie
binnen de bevolkingsadministratie. Het college buigt zich deze dagen over de ontwerpwet houdende nadere wijziging van het Surinaams burgerlijk wetboek. Ik ben verheugd om te merken dat 50 parlementariërs de belangrijkheid van deze wet wel inzien. Als je de belangrijkheid van de wet niet ziet, dan sta je buiten de samenleving. 50. Geachte voorzitter, er is aandachtig geluisterd naar de vragen die zijn gesteld door uw geacht college. Voorgaande wensen wij daarop in te gaan. De akten van de burgerlijke stand vormen een belangrijke bron van informatie binnen de bevolkingsadministratie. Akten werden en worden nog steeds handmatig opgemaakt. Het vastleggen van persoonsgegevens kwam in het verleden veelal tot stand op basis van hetgeen mondeling werd verklaard. Verificatiemogelijkheden waren er nauwelijks. Daardoor slopen er veel fouten in de akten van de burgerlijke stand. Op dit moment, zoals eerder is aangegeven, zijn er 21.000 verzoeken voor verbetering van de akten van de burgerlijke stand. En op dagbasis heeft het CBB een toestroom van 50 tot 70 verzoeken. Fouten in de akten van de burgerlijke stand werkt stremmend voor de burger, omdat ze zich niet vrijelijk kunnen bewegen in het maatschappelijk verkeer. Met de voorgestelde wijziging zal de achterstand worden ingelopen en de druk bij de kantonrechter worden geminimaliseerd. Voorzitter, op vragen van het lid Vreedzaam betreffende verzoeken voor wijzigingen kunnen via de directeur van BISA of CBB. Ze vragen dat dit beter moet worden aangegeven en misschien gesteld moet worden alleen de directeur van CBB. En vraag van het procesverbaal verzonden naar de PG kan ik als volgt antwoorden. CBB is een hoofdafdeling van het directoraat van BISA en de directeur van BISA is de verantwoordelijke van het directoraat. Gelet op het aantal gevallen dat wordt afgehandeld, is het toch van belang om niet alleen de directeur van CBB hier mede te belasten, maar ook de directeur van Binnenlandse Zaken. Dit zal zorgen voor een flexibele afhandeling, vooral bij afwezigheid van de directeur van CBB. Bij het huidige systeem, dat moet leiden tot verbetering van de akte, is er een rapportageplicht naar de PG. Dit systeem levert niet het gewenste resultaat op, omdat dat gepaard gaat met veel papierwerk en zorgt voor veel stagnatie. Het doel van de wet is om alleen correcties door te voeren waarbij er andere documenten overlegd kunnen worden dat het een ambtelijke fout betreft. Het gaat hierbij niet om diepgaande fouten die een probleem zouden opleveren waarbij er sprake kan zijn van identiteitsverandering. Indien er sprake is van vervalsing in de brondocumenten, is dat reeds een strafbare handeling en een extra vermelding hierbij zou niet noodzakelijk zijn. Op de vragen van geachte lid Carto, hoe de achterstanden na aanname van de wijziging worden ingenomen, of er factoren zijn die een rol spelen bij de opeenstapeling van verzoeken, of ligt het aan de wet, CBB is in transformatie, wat houdt dat in, en wachttijden, paspoorten duurt nog te lang. Transformatiebeleid van CBB houdt in om als ministerie ervoor zorg te dragen dat de bevolkingsadministratie aan de hedendaagse ontwikkelingen voldoet. Hierbij zal het ministerie de primitieve methode van het bijhouden van de bevolkingsadministratie wegwerken en zorgen voor een flexibele dienstverlening. Ook met betrekking tot de uitgifte van paspoorten zullen de ontwikkelingen niet uitblijven. De wetgeving met betrekking tot een nieuw paspoort zal ook worden aangeboden aan uw geacht college. De Raad van Ministers heeft het concept al goedgekeurd en het gaat de normale weg volgen. Wij zijn ook bezig met het proces van digitaliseren. De regering heeft ook goedgekeurd dat we de brondocumenten mogen valideren. Dat betekent dat we de brondocumenten mogen natrekken en na goedkeuring van het validatie gaan we ook digitaliseren. Dus de regering Santokki-Brunswijk is voornemens om CBB echt te transformeren onder de bezielde leiderschap van de directeur van CBB. President Chandrika Prasad Santokki heeft op maandag 14 februari 2022 aan het hoofd van een regeringsdelegatie een bezoek gebracht aan buurland Guyana. Het Surinaamse staatshoofd heeft op uitnodiging van zijn Guyanese ambtgenoot Irfan Ali deelgenomen aan de International Energy Conference en Expo 2022, die werd gehouden van 15
tot en met 18 februari. President Santokki werd hierbij vergezeld door de ministers Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking en David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen. In Guyana hebben de Surinaamse regeringsfunctionarissen bilaterale gesprekken gevoerd met Guyanese counterparts en de regeringsleiders van Barbados en Ghana. Bij deze een korte terugblik op deze missie. Excellencies, delegation members, we are delighted to be here at this conference to have given you this information, to have an idea where Suriname stands. But I'm also here with my delegation to learn and discuss synergies. I hope that at the end we are successful in our endeavor to develop our countries based on the strategy of public and private partnership and cooperation. I thank you all and may God bless you all. Thank you. We willen gezamenlijk gaan exploreren de mogelijkheid om samen bauxiet te ontwikkelen in het West-Suriname gebied, Oost-Guyana. Wij hebben wat bauxietafzettingen nog in West-Suriname. Zij hebben afzettingen in het oosten. En wij denken dat er de mogelijkheid aanwezig is dat we tot een goede samenwerking kunnen komen. Om gezamenlijk beide deposits, beide afzettingen te gaan ontwikkelen. Hiermee zijn we gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.